Ik ben Chris Monden. Ik heb samen met mijn vrouw een kruidenkwekerij. En daar telen wij 24 soorten kruiden, waaronder basilicum. Dat we in deze afdeling telen, 14.000 vierkante meter. We hebben 3,5 hectare teelt op water, hydroponic in totaal. We hebben 24 hectare volle grond en nog wat tunnels. Onze klanten willen zoveel mogelijk eigen product, dus Hollands product. Dus een teelt zoals basilicum, die kunnen wij jaar rond aanbieden. En daar ligt de uitdaging om jaar rond voldoende basilicum te hebben om de klanten daarmee te voorzien. Dus wat dat betreft de belichting hebben we gekozen voor hybride. Basilicum kan heel goed tegen warmte, dus vandaar Sauté. We hebben een tijdje proeven gedaan in een vorige afdeling en daar bleek dat met de LED die daar hing, kregen we nog betere resultaten en een beter gewas. Kwalitatief gewoon sterker. Maar omdat basilicum gewoon goed tegen de warmte kan, hebben we gekozen om de helft in Dambord in ieder geval dus Sauté te hangen. De reden waarom wij voor Lemnis Orion hebben gekozen is dat het in de proeven kwamen ze gewoon heel goed uit. We hebben daarmee getest. We hebben de mooiste lichtverdeling en de minste lampen boven in de kas hangen. Omdat de output is gewoon heel goed. Daarnaast zijn ze watergekoeld. Ze geven dus gewoon beduidend minder warmte af. En ik kan met het koelwater, of het water wat gekoeld wordt, kan ik gewoon mijn vijvers verwarmen. En is het plaatje compleet. Daarnaast is de levensduur van watergekoelde ledlampen is gewoon langer. Ja, omdat de lampen minder warmte afgeven, is het mogelijk om langer door te belichten. Juist in deze tijd van het jaar, dat het buiten toch nog wat temperatuur is, maar het licht snel afneemt, kunnen we langer doorbelichten met LED. Zowel s'morgens als s'avonds. Wat wij in het verleden zagen toen we de test deden ten opzichte van Sauté, was dat de kwaliteit gewoon beter was. En met name ook een sterkere plant geeft. En dat heeft als resultaat dat houdbaarheid ook beter is. Omdat wij milieukeur telen, Planet Proof, is het voor ons heel belangrijk dat wij een gewas telen wat weerbaar is. Dus een sterk gewas. En daar helpen de lampen zeker aan mee. Dat is ook bewezen in de proef, duidelijk zichtbaar. En dat is voor ons ook een plus. Het meest tevreden ben ik over de kwaliteit van het gewas. Daar draait het om. En dat was het doel. En die stappen die we dachten te gaan maken, die zijn gemaakt. En pas op, er kan morgen weer iets anders zijn en er is iedere dag iets. Maar voorlopig ben ik wel na een jaar, we zijn een jaar bezig nu ongeveer. En daar zien we toch een heel stukje vooruitgang ten opzichte van hoe we voorheen bezig waren.